That's it, Brian? Yes. Ik zeg yo, wat dat mensen van mijn kanaal. Gamepartag, ik ben jullie kijken naar deze nieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag ga ik mijn locker laten zien van Fortnite. Gewoon wat ik allemaal heb qua pakjes. Het is niet heel veel, dus niet gaan zeggen van ik weinig heb ofzo. Ik heb best wel weinig, ik speel het nu niet zo heel lang. Dus maar ja, laten we gelijk beginnen. Als je ziet, ik ben ook 400, dus ik heb de John Wick skin ook. Even als allereerst gaan we beginnen bij de skins. En zoals hier heb ik de Dark Voyager. Ik weet niet wat ik zeg. Ik vind hem überhaupt super vet. Nou, hier gewoon de Reaper, dus de John Wick. Ook super vet. En hier de Elite Agent. Ik vind hem wel vet, maar ik ben er gewoon geen fan van. En hier hebben we de Tier 1 skin, de Mission Specialist. Geen idee. En hier hebben we de Moonwalker. Deze krijgt op tier 55. Ik heb hem toen de hele tijd aangehad. Ik vind hem nog best wel vet. Maar ik vind hem op tier 70, de Dark Vader. Wel vetter. En hier hebben we de Start Packet Skin. Hij is 5 euro. Plus 26 euro. Start Packet Skin, hij is vet. En dan hebben we hier de Rush Lore. Ik vond deze echt super vet. Ik heb hem heel veel aangehad. En hier hebben we de Blue Square. Deze is van de Session 2 nog. Dit is de enige outfit die ik van Session 2 trouwens heb. En dan hebben we hier de Blue Team Leader. Dat is het outfit van PlayStation 4 zelf. Ik vind hem op zich best wel doof maken. En hier hebben we de Bright Bomber. Die heb ik een tijdje geleden gekocht. Ik vind hem echt vet. Dus ja, dat zet ik gewoon gelijk aan. En dan gaan we naar de backpacks die we hebben. Nou, ik heb hier van de Dark Vader gewoon de backpack. Van de Moonwalker, de Astrodus. En hier de ene van de Start Packet. En hier de ene... Of van Session, deze is van ja, het schild van de dingen. Deze hier of zo. Ja. Dan gaan we naar de pickaxes toe. Ik heb hier op het begin de eerste pickaxe van Session 3. Hier pickaxe van Session 2, de eerste. Deze heb ik een keer gekocht als mijn 804 bucks de Wong Kong pickaxe. Deze krijg ik hier 79 in Session 3. Ik vind hem echt super vet. Deze heb ik ook een keer gekocht, ook in de stream. Slurp pickaxe, ik vind hem echt zo lauw. Oh, ik vind hem zo vet. En dan heb je nog de Eva pickaxe, ik vind hem ook wel super vet. Dan gaan we naar de gliders toe. Ik heb hier gewoon de Umbrella van Session 1 als je hebt gewonnen. En hele, ja, de Parasol van Session 3 als je hebt gewonnen. En hier gewoon de normale glider. En hier de Eva van Session 2 als je hebt gewonnen. Hier de Get Down, die is van Session 2. Hier de T-100 glider. En hier gewoon de PlayStation 4 glider. En deze heb ik laatst gekocht. Het is ook een glider die hoort bij de Raven skin. Maar ik heb alleen de glider gekocht, want ja, ik had hem gehoopt echt voor. En hier hebben we nog de Rainbow Riders voor de Bright Bomber, denk ik. Want hij past er echt op zich heel goed bij. En dan hebben we hier nog een Carbon, die past heel goed bij de Elite Agent of Route Agent. En hier nog de glider als je 70 wilt gekocht. Selecteer deze. En dan gaan we naar de, ja, we achteraan hebben. Dat zijn de sterretjes. Bubbles. Flames. Ik vind het echt super vet, flames. Rainbow. En wat is dit? Gewoon een blauwe straal. Selecteer van die. En hier hebben we dan allemaal de plaatjes. Deze weet ik niet wanneer die krijgt. Deze week op zich super vet. Super vet, hoop je dat hij goed bij het Bart Bomber past. Dit is de allerlaatste. En ja, ze boeien me niet zoveel. En dan gaan we door naar dungeons. Ja, ik heb de robot van Session 3 dus. Best Mates, Make It Rain, Take the L. Gewoon de Hashtag 1 HP, in de roos. Ja, ik heb een keer gekocht, ik weet niet waarom. Die heb ik ook een keer gekocht, ik weet ook niet waarom. Boomba. Naar je arme emoties. Deze was van Session 2 zelfs. Facebook heb ik ook een keer gekocht. Deze heb ik ook een keer gekocht. Die heb ik ook een keer gekocht. Ja, deze heb ik ook een keer gekocht. Ik vond het best wel grappig. En dan hier hebben we steenpapier schaar. Echt super vet. En dan hebben we deze krijgen we in Session 3. Deze heb ik een keer gekocht. En deze krijg je als het goed is in Session 2. Ik weet niet zeker of ik hem moet kopen. En iets van dat dansje.
En dan kunnen we misschien ook gelijk veel laten zien. Nou, ik heb 1 solo winst, 2 duo winst en 8 squad winst. Het zijn best weinig winst. En account level, zoals je ziet, 113. Maar het zijn best weinig winst, want ik speel het eigenlijk nog niet zo heel erg lang. Fortnite. Dus ja, dus heb je nou genoten van deze video? Vergeet zeker weten geen duimpje omhoog te doen. Vergeet zeker weten ook niet te abonneren als je nieuw bent. En dan zeg ik zie jullie tot de volgende keer. Later.